Honderden mensen kwamen samen in Tilburg om de 12-jarige Jaden te herdenken. De jongen verongelukte in het verkeer. Zijn dood heeft de buurt in het hart geraakt. Buurtkinderen zoeken troost bij elkaar op de plek waar Jaden werd aangereden. Niet kunnen slapen, want ik gewoon dacht van, is het serieus echt Jaden of echt, wat is er nou gebeurd? En ik was echt wel bang. Goeie vriend van mij. Ja, dat vind ik wel heel zielig om te zien. We waren bijna elke dag samen en hij was een goede jongen en ja, het is gewoon raar nou. Het ongeluk gebeurde gistermiddag op de kruising Broekhovenseweg en de Ringbaan Zuid. Jaden fietste de weg over toen hij werd aangereden door een auto. De bestuurder is gehoord door de politie. Op de herdenkingsplaats waren ook de ouders van Jaden. Ze zeggen dat hun zoon alle aandacht fijn had gevonden. Ik geloofde het gewoon eerst niet, want ik dacht van hij is pas 12 jaar, hij heeft nog een hele toekomst voor zich. Hij had het ook met vrienden aan het hangen en was meestal gewoon bezig met stunten en zo. Ja, eigenlijk moesten wij hier helemaal niet staan. Hij had nog een heel leven voor zich, dus